Bart. Geen speech aan het tweede deel. Nee. Er zijn nog een paar mensen, VIP's, niet aangekomen. Ik denk 5 minuutjes. Oké. Okay. Ik wist al op zeer vroege leeftijd dat ik eigenlijk het beroep als dirigent wilde doen. Maar ik heb altijd tegen mezelf gezegd, ik wil eerst weten wat er eigenlijk aan de andere kant van de barrière gebeurt. Voor leer te gaan zeggen, mannetjes, je moet het zo en zo gaan doen. Nee, ik heb koor en opera gezongen, ik heb kameropera gespeeld, ik heb opera gespeeld, symfonisch orkestwerk gedaan. Ik moet wel toegeven dat het niet altijd een eenvoudig leven is. Je betaalt er een prijs voor. Maar wat je ervoor terugkrijgt op het moment, is wel fantastisch. Ik denk dat het in het leven ook zo is. De mooiste momenten zijn altijd van korte duur, maar zeer hevig of zeer diep. Een concert duurt in zijn eigen niet zo lang. Maar je bent er altijd mee bezig en dan heb je van die topmomenten dat je zegt, ja, dat had je nooit vergeten. En daar leef je dan mee en ik denk dat in de muziek ook zo is. Already done. If you can make it so quick as possible, copy also there. And we're gonna try to play it very light. Let's do it. Yeah, and got once more, once we have it and the whole piece is easy. You do too much. Ta 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 ti no ta 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 ti. You have to be used. You will see also in the other pieces, the length of your rhythm of this is important in this music. Not wa ta 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 ti. Now go forward. Ta-tam, ting, bam, ta-tam, ting. 4 repeated notes, rest, ta-ta-ta-ta. And now we go again, okay? It's like a movement. 1 and 2, and. Dus ik luister ook naar de stukken en ik luister naar verschillende interpretaties. Dat wil niet zeggen dat ik onmiddellijk dat ga overnemen. Hoe dirigeert hij? En tja, nee, ik probeer eerst eens een beetje te luisteren. Dat is een soort feeling dat je kan zeggen, zoals ik weet niet, een berekening maken. Dat je zegt na vele berekeningen, dat is het resultaat. Nu heb ik het gevonden. En dat maakt juist het interessante aan klassieke muziek, is dat je veel interpretaties kan geven. Dus als wij bijvoorbeeld een tournee doen en je speelt 9 of 10 concerten na elkaar, dat kan nooit hetzelfde zijn. Bijvoorbeeld een violist die heeft een instrument in zijn handen, die kan iets voortbrengen. Als hij bijvoorbeeld... Ja, oké, dat is mooi, maar dat is niet... Geef je een crescendo aan. Als ik dat nu doe als dirigent... Hoor je iets? Je hoort dus niks. Afraid of this tam-tam. I, for the moment, I'm going to be honest with you, I feel nothing.
Tantan really fortissimo, kill them. Oké? Okay? It's a process till Monday to the concert. So each day we build. It's like you go on the top of the mountain. You will try to reach the mountain, the top of the mountain, but finally you never reach him. Who knows, one day we'll be there. Hoe meer je dat stuk doorneemt, hoe meer je dingen gaat ontdekken. Diepgang, het gevoel, wat erachter steekt, wat de componist heeft bedoeld. Hallo? Oui. Voilà, c'est juste pour te dire que on a raté le train de 8h37. En soms ga je wandelen, je zingt die melodie of je gaat joggen. Dus eigenlijk de natuur, de maatschappij, dat zijn allemaal elementen die u de fantasie geven. Bonjour. Si, normal, évidemment. Et toi? Bien. Ouais. Bien voyagé? Très bien. On y va? Vooral de eerste keer dat je een stuk dirigeert, dat vergeet je nooit. Ik was rond 18 jaar of zoiets. En de nacht voordat ik de eerste repetitie mocht doen met het orkest, heb ik van heel de nacht dus geen ogen dicht gedaan. Mijn voet sloeg heel de nacht de maat. Ik ben zo onder stress en nervositeit, maar dat is gezonde nervositeit. En meestal als je een stuk voor de eerste keer dirigeert, dat blijft je bij. Dat blijft je echt bij. Voilà, bonjour. Bonjour. On est prêt? Alors je vous écoute alors, voilà. Stop a little moment. Let's take a game for 2 minutes before she starts. For example, if you play the beginning, tiam, taram, par, more by two, and I would like if you can do it more legato. It goes a little bit too fast in the bow. It should be more legato. Van buiten. En dan probeer je dus te zingen. En dan gaat je wandelen in het woud bijvoorbeeld. En dan zing je. En dan zing je op een bepaald moment toch anders. En dat anders, ja, dat komt door het te doen. Ja, daarom. Ticket, 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 ticket. Like champagne. Ja. Benot. Tarara, jaka, taka, 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 taka. No. Tarara, ticket, 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 ticket. Try to change the color. Voilà. Baby oefent ook zijn eerste stappen. En hoe meer hij stapt, hoe beter hij gaat stappen. Dat is eigenlijk juist hetzelfde. Het is allemaal zo. Je moet het in de eenvoud zoeken. Voilà. Maar die ene keer dat we het gaan doen voor het orkest, moet het juist zijn. Wij hebben geen tweede kans op het podium. En dat is eigenlijk het harde aan ons beroep, dat wij nooit een tweede... Eens het geklonken heeft, eens mijn teken is gegeven geweest, dan moet het klinken. Ik kan niet zeggen tegen het publiek, mag ik nog eens proberen? Nee, dat moet
Dat, dat moet er staan. En hoe kun je dat doen? Dat kun je alleen maar doen als je het voelt. Je moet dat zo doen dat precies of het is de laatste keer dat je dat mag dirigeren. Stage is my second home. I don't know why, but it's not because I want to be there. It's just it's where you put a fish, you put a fish in the water. So I feel like a fish in the water. And music is it's one of the things in life, in art, which touch you and which you cannot buy. Oké, okay, second movement, Beethoven, piano concerto. Altijd maar rond. Ijsbeer. Straks mag ik niet meer wandelen. Het moeilijkste voor een dirigent is eigenlijk het juiste tempo geven. Dus als je zenuwachtig bent, dan begint je zo. Dat is een beetje als verliefd zijn. Als je verliefd bent, dan weet je ook soms niet wat je moet zeggen en dan word je onhandig. Ziet je? Je moet zien dat je dat kunt controleren. Okay, you have to change the character. It's piano. And you sing so loud as before. Mm-hmm. You have to change. You have to tell me another story. Okay, good. Now I want to take you with me. You are too happy to sing it. Your voice sounds too happy. Try to have a color. Try to let feel. Ach, wie soll ich mein Herz klar? Go down, piano. Try the people to put to you. Go down. And then
kom je op dat scène, dus die volle zaal. Wat moet ik hier eigenlijk doen? En dan ben je nerveus en dan heb je eigenlijk de indruk dat je eigenlijk niks meer kent. Desondanks dat je maanden hebt dat stuk voorbereid met koor, solisten, orkest, maanden gerepeteerd. En dan is precies, ik weet niks meer. En dan is die moment daar en daar kan ik geen woorden op zetten. Dan moet je zeggen, you have to go, you have to do it. En het begint met een uitbarsting dat stuk en dan reageren dat. Pah. Het schoonste moment in mij als ik het publiek, je voelt dat als dirigent, het publiek dat muisstil is bijvoorbeeld. Er komt een pianissimo, je hoort dus echt niks in de zaal, maar echt de complete stilte. Stilte is mooi, hè? En stilte is altijd in verbinding of behoort tot de muziek. Bert, geen speech aan het tweede deel? Nee. Er zijn nog een paar mensen, VIP's, niet aangekomen. Ik denk 5 minuutjes. Oké. Okay. Ik wist al op zeer vroege leeftijd dat ik eigenlijk het beroep als dirigent wilde doen. Maar ik heb altijd tegen mezelf gezegd, ik wil eerst weten wat er eigenlijk aan de andere kant van de barrière gebeurt. Voor leer te gaan zeggen, mannetjes, je moet het zo en zo gaan doen. Nee, ik heb koor en opera gezongen, ik heb kameropera gespeeld, ik heb opera gespeeld, symfonisch orkestwerk gedaan. Ik moet wel toegeven dat het niet altijd een eenvoudig leven is. Je betaalt er een prijs voor. Maar wat je ervoor terugkrijgt op het moment, is wel fantastisch. Ik denk dat het in het leven ook zo is. De mooiste momenten zijn altijd van korte duur, maar zeer hevig of zeer diep. Een concert duurt in zijn eigen niet zo lang. Maar je bent er altijd mee bezig en dan heb je van die topmomenten dat je zegt, ja, dat had je nooit vergeten. En daar leef je dan mee en ik denk dat in de muziek ook zo is. Bon
it's already done. If you can make it so quick as possible, copy also there. And we're gonna try to play it very light. Let's do it. Yeah, and got once more, once we have it and the whole piece is easy, you do too much. Ta. Ta-ta-ta-tino. Ta. Ta-ta-ta-ti. You have to be used. You will see also in the other pieces, the length of your rhythm of this is important in this music. Not va. Ta-ta-ta-ti. Now go forward. Ting, four repeated notes, rest. Ta 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 ta. And now we go again, okay? It's like a movement. One and two, and. Dus ik luister ook naar de stukken en ik luister naar verschillende interpretaties. Dat wil niet zeggen dat ik onmiddellijk dat ga overnemen. Hoe dirigeert hij? En tja, nee, ik probeer eerst eens een beetje te luisteren. Dat is een soort feeling dat je kan zeggen, zoals ik weet niet, een berekening maken. Dat je zegt na vele berekeningen, dat is het resultaat. Nu heb ik het gevonden. En dat maakt juist het interessante aan klassieke muziek, is dat je veel interpretaties kan geven. Dus als wij bijvoorbeeld een tournee doen en je speelt 9 of 10 concerten na elkaar, dat kan nooit hetzelfde zijn. Bijvoorbeeld een violist die heeft een fin, die heeft een instrument in zijn handen, die kan iets voortbrengen. Als hij bijvoorbeeld... Ja, oké, dat is mooi, maar dat is niet... Geef je een crescendo aan. Als ik dat nu doe als dirigent... Hoor je iets? Je hoort dus niks. Tam-tam. For the moment, I'm going to be honest with you, I feel nothing. Tam-tam really fortissimo, kill them, okay? It's a process till Monday to the concert, so each day we build. It's like you go on the top of the mountain. You will try to reach the mountain, the top of the mountain, but finally you never reach him. Who knows one day we'll be there? Hoe meer je dat stuk doorneemt, hoe meer je dingen gaat ontdekken. Diepgang, het gevoel, wat erachter steekt, wat de componist heeft bedoeld. Hallo? Oui, voilà, c'est juste pour te dire que on a de trein de 8:37. En soms ga je wandelen, je zingt die melodie of je gaat joggen. Dus eigenlijk de natuur, de maatschappij, dat zijn allemaal elementen die u de fantasie geven. Bonjour. Si, normal, évidemment. Et toi? Bien. Ouais. Bien voyagé? Très bien. On y va? Vooral de eerste keer dat je een stuk dirigeert, dat vergeet je nooit. Ik was rond de 18 jaar of zoiets.
En de nacht voordat ik de eerste repetitie mocht doen met het orkest, heb ik van heel de nacht dus geen oog dicht gedaan. Mijn voet sloeg heel de nacht de maat. Ik ben zo onder stress en nervositeit, maar dat is gezonde nervositeit. En meestal als je een stuk voor de eerste keer dirigeert, dat blijft je bij. Dat blijft je echt bij. Voilà, bonjour. Bonjour. On est prêt? Alors je vous écoute alors, voilà. Let's take a game for 2 minutes before she starts. For example, if you play the beginning, tiam, taram, par, more by two, and I would like if you can do it more legato. It goes a little bit too fast in the bow, it should be more legato. Gaat je wandelen in het veld bijvoorbeeld, en dan zingt je, en dan zingt je op een bepaald moment toch anders. En dat anders, ja, dat komt door het te doen. Ja, daarom, tikken, 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 like champagne. Ja. No, tarara, jaka, taka, 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 no, tarara, tikken, 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 tikken. Try to change the color. Voilà. Baby oefent ook zijn eerste stappen. En hoe meer hij stapt, hoe beter hij gaat stappen. Dat is eigenlijk juist hetzelfde. Het is allemaal zo. Je moet het in de eenvoud zoeken. Voilà. Maar die ene keer dat we het gaan doen voor het orkest, moet het juist zijn. Wij hebben geen tweede kans op het podium. En dat is eigenlijk het harde aan ons beroep, dat wij nooit een tweede... Eens het geklonken heeft, eens mijn teken is gegeven geweest, dan moet het klinken. Ik kan niet zeggen tegen het publiek, mag ik nog eens proberen? Nee, dat moet... Dat moet er staan. En hoe kun je dat doen? Dat kun je alleen maar doen als je het voelt. Je moet dat zo doen dat precies of het is de laatste keer dat je dat mag dirigeren. Stage is my second home. I don't know why, but it's not because I want to be there. It's just it's where you put a fish. You put a fish in the water. So I feel like a fish in the water. And music is it's one of the things in life, in art, which touch you and which you cannot buy. Okay, second movement, Beethoven, piano concerto. Thank you.
altijd maar rond. Ijsbeer. Straks mag ik niet meer wandelen. Het moeilijkste van een dirigent is eigenlijk het juiste tempo geven. Dus als je zenuwachtig bent, dan begint je zo... Dat is een beetje als verliefd zijn. Als je verliefd bent, dan... Weet je ook soms niet wat je moet zeggen en dan word je onhandig, ziet je? Je moet zien dat je dat kunt controleren. You have to change the character. It's piano. And you sing so loud as before. Mm-hmm. You have to change. You have to tell me another story. Okay, good. Now I want to take you with me. You are too happy to sing it. Your voice sounds too happy. Try to have a color. Try to let feel. Ach, wie soll ich mein Herz klar? Go down, piano. Try the people to put to you. Go down. En dan kom je op dat scène, dus die volle zaal. Wat moet ik hier eigenlijk doen? En dan ben je nerveus en dan heb je eigenlijk de indruk dat je eigenlijk niks meer kent. Desondanks dat je maanden hebt dat stuk voorbereid met koor, solisten, orkest, maanden gerepeteerd. En dan is precies, ik weet niks meer. En dan is die moment daar en daar kan ik geen woorden op zetten. Dan moet je zeggen, you have to go, you have to do it. En het begint met een uitbarsting dat stuk en dan reageer dat. Het schoonste moment in bij mij als ik het publiek, je voelt dat als dirigent, het publiek dat muisstil is bijvoorbeeld. Er komt een pianissimo, je hoort dus echt niks in de zaal, maar echt de complete stilte. Stilte is mooi, hè? En stilte is altijd in verbinding of behoort tot de muziek.
Bert, geen speech aan het tweede deel? Nee. Er zijn nog een paar mensen, VIP's, niet aangekomen. Ik denk 5 minuutjes. Oké. Ik wist al op zeer vroege leeftijd dat ik eigenlijk het beroep als dirigent wilde doen. Maar ik heb altijd tegen mezelf gezegd, ik wil eerst weten wat er eigenlijk aan de andere kant van de barrière gebeurt. Voor leer te gaan zeggen, mannetjes, je moet het zo en zo gaan doen. Nee, ik heb koor in de opera gezongen, ik heb kameropera gespeeld, ik heb opera gespeeld, symfonisch orkestwerk gedaan. Ik moet wel toegeven dat het niet altijd een eenvoudig leven is. Je betaalt er een prijs voor. Maar wat je ervoor terugkrijgt op het moment, is wel fantastisch. Ik denk dat het in het leven ook zo is. De mooiste momenten zijn altijd van korte duur, maar zeer hevig of zeer diep. Een concert duurt in zijn eigen niet zo lang. Maar je bent er altijd mee bezig en dan heb je van die topmomenten dat je zegt, ja, dat had je nooit vergeten. En daar leef je dan mee. En ik denk dat in de muziek ook zo is. If you can make it so quick as possible, copy also there. And we're gonna try to play it very light. Let's do it. Yeah, and got much more once we have it and the whole piece is easy. You do too much. Ta. Ta 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 ti no. Ta. Ta 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 ti. You have to be used. You will see also in the other pieces, the length of your rhythm of this is important in this music. Not va, ta 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 ti. Now go forward. Ta-tam, ting, bam, ta-tam, ting. 4 repeated notes, rest, ta-ta-ta-ta. And now we go again, okay? It's like a movement. 1 and 2, and. Dus ik luister ook naar de stukken en ik luister naar verschillende interpretaties. Dat wil niet zeggen dat ik onmiddellijk dat ga overnemen. Hoe dirigeert hij? En tja, nee, ik probeer eerst eens een beetje te luisteren. Dat is een soort feeling dat je kan zeggen, zoals ik weet niet, een berekening maken. Dat je zegt na vele berekeningen, dat is het resultaat. Nu heb ik het gevonden. En dat maakt juist het interessante aan klassieke muziek, is dat je veel interpretaties kan geven. Dus als wij bijvoorbeeld een tournee doen en je speelt 9 of 10 concerten na elkaar, dat kan nooit hetzelfde zijn. Bijvoorbeeld een violist die heeft een fin, die heeft een instrument in zijn handen, die kan iets voortbrengen. Als hij bijvoorbeeld... Ja, oké, dat is mooi, maar dat is niet... Geef je een crescendo aan. Als ik dat wilde doen als dirigent... Hoor je iets? Je hoort dus niks. Afraid of this tam-tam. I, for the moment, I'm going to be honest with you, I feel nothing.
Tam Tam really fortissimo, kill them. Oké? Okay? It's a process till Monday to the concert. So each day we build. It's like you go on the top of the mountain. You will try to reach the mountain, the top of the mountain, but finally you never reach him. Who knows, one day we'll be there. Hoe meer je dat stuk doorneemt, hoe meer je dingen gaat ontdekken. Diepgang, het gevoel, wat erachter steekt, wat de componist heeft bedoeld. Hallo? Oui, voilà, c'est juste pour te dire que on a raté le train de 8h37. En soms ga je wandelen, je zingt die melodie of je gaat joggen. Dus eigenlijk de natuur, de maatschappij, dat zijn allemaal elementen die u de fantasie geven. Bonjour. Si, normal, évidemment. Et toi? Bien. Ouais. Bien voyagé? Très bien. On y va? Vooral de eerste keer dat je een stuk dirigeert, dat vergeet je nooit. Ik was rond de 18 jaar of zoiets. En de nacht voordat ik de eerste repetitie mocht doen met het orkest, heb ik van heel de nacht dus geen oog dicht gedaan. Mijn voet sloeg heel de nacht de maat. Ik ben zo onder stress en nervositeit, maar dat is gezonde nervositeit. En meestal als je een stuk voor de eerste keer dirigeert, dat blijft je bij. Dat blijft je echt bij. Voilà, bonjour. Bonjour. On est prêt? Alors je vous écoute alors, voilà. Let's take a game for 2 minutes before she starts. For example, if you play the beginning, tiam, taram, par, more by two, and I would like if you can do it more legato. It goes a little bit too fast in the bow, it should be more legato. Van buiten. En dan probeer je dus te zingen. En dan gaat je wandelen in het woud bijvoorbeeld. En dan zing je. En dan zing je op een bepaald moment toch anders. En dat anders, ja, dat komt door het te doen. Ja, daarom. Tikken, takken, 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 takken. Like champagne. Ja. Not, tarara, jaka, takken, 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 takken. No. Tarara, tikken, 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 tikken. Try to change the color. Voilà. Baby oefent ook zijn eerste stappen. En hoe meer hij stapt, hoe beter hij gaat stappen. Dat is eigenlijk juist hetzelfde. Het is allemaal zo. Je moet het in de eenvoud zoeken. Voilà. Maar die ene keer dat we het gaan doen voor het orkest, moet het juist zijn. We hebben geen tweede kans op het podium. En dat is eigenlijk het harde aan ons beroep, dat wij nooit een tweede. Eens het geklonken heeft, eens mijn teken is gegeven geweest, dan moet het klinken. Ik kan niet zeggen tegen het publiek, mag ik nog eens proberen? Nee, dat moet
dat moet er staan. En hoe kun je dat doen? Dat kun je alleen maar doen als je het voelt. Je moet dat zo doen dat precies of het is de laatste keer dat je dat mag dirigeren. Stage is my second home. I don't know why, but it's not because I want to be there. It's just it's where do you put a fish? You put a fish in the water. So I feel like a fish in the water. And music is it's one of the things in life, in art, which touch you and which you cannot buy. Okay, second movement, Beethoven, piano concerto. Altijd maar rond. Ijsbeer. Straks mag ik niet meer wandelen. Het moeilijkste van een dirigent is eigenlijk het juiste tempo geven. Dus als je zenuwachtig bent, dan begint je zo. Dat is zo'n beetje als verliefd zijn. Als je verliefd bent, dan weet je ook soms niet wat je moet zeggen en dan word je onhandig, ziet je. Je moet zien dat je dat kunt controleren. Okay, you have to change the character. It's piano. And you sing so loud as before. Mm-hmm. You have to change. You have to tell me another story. Okay, good. Now I want to take you with me. You are too happy to sing it. Your voice sounds too happy. Try to have a color. Try to let feel. Ach, wie soll ich mein Herz klar? Go down, piano. Try the people to put to you. Go down. Okay.
En dan kom je op dat scène, dus die volle zaal. Denk je, wat moet ik hier eigenlijk doen? En dan ben je nerveus. En dan heb je eigenlijk de indruk dat je eigenlijk niks meer kent. Desondanks dat je maanden hebt dat stuk voorbereid. Met koor, solisten, orkest, maanden gerepeteerd. En dan ineens, precies, ik weet niks meer. En dan is die moment daar, en dat, daar kan ik geen woorden op zetten. Dan moet je zeggen, you have to go. You have to do it. En begint met een uitbarsting dat stuk. En dan dirigeer je dat. Bah! De schoonste momenten bij mij als ik het publiek, je voelt dat als dirigent, het publiek dat muisstil is bijvoorbeeld. Er komt een pianissimo, je hoort dus echt niks in de zaal, maar echt de complete stilte. Stilte is mooi, hè? En stilte is altijd in verbinding of behoort tot de muziek. Mr. van der Velde. Yes. Hello, Richard Wells. Nice to meet you. Thank you so much for taking the time to talk to us. I think if it's okay with you, we'll get straight on with it. We can go upstairs. Fine. We're doing the interview in a little room up at the top there. I don't know how much of a briefing you've had, but I think from our point of view, the readers are really interested more in the man behind the music. I guess it's okay if I call you, but... Very well, no problem. Okay, great. Thanks very much for agreeing to do this interview. You're a part of an elite group of people. You're the conductor of a symphony orchestra of some repute. I suppose the obvious question is, how did you get to be the conductor of an orchestra? Where did it all start? Is it something you dreamed of as a child, or is it something that came later in life? How did it happen? Well, if I go back to the beginning, I wanted to be a rock star, actually. That was my dream, to be a rock star. But when I was 7 years old, my father came with a violin and said, my son, you have to do classical music. So he gave me the violin, and that's actually the beginning of the classical music in my life. And then I was more and more interested in classical music. And since I'm 14, my father took me to the Salzburger Festspiele. Mostly families go to the sun, the beach, and no, my father took me to a classical music festival. So in a certain way, my father put me in a bath of high-level classical music, because in the Salzburger Festspiele, there came always the high-level conductors. I saw Herbert von Karajan, Karl Böhm, Claudio Abbado, Riccardo Muti, and go on. So I was so fascinated by this profession
that I said, well, one day I want to be that too. For you, actually makes a conductor. You have to be a leader, I guess. I think personally, a leader. Yeah, of course, I wanted to be a leader, but I think a leader, you're a little bit born also. Yeah, I don't think you can study this charisma or this character. I think when you have it in your blood, you want to do it. I think if you know yourself very well, you know in a certain way what you want to do in your life, and it came automatically. The stage was a part of my home, of my life, so I liked it. I don't say it's easy, that's another discussion, but somehow you want to do something which is in you. Many people, if they wanted to be a conductor, most people, I guess, would go try and get a job with an orchestra. You decided to bypass that step and form your own classical orchestra. That's a pretty unique thing to do. How did it happen? Yeah, well, if you are a violin player, what do you need? You need an instrument, a violin. So my first teacher, Charles Brooke, told me, if you want to be a conductor, Bart, you need an instrument. And what is the instrument of a conductor? It's an orchestra. Of course, to have an orchestra like this, it's not easy. So I made myself one. And that's the reason I have the Charlemagne Orchestra for Europe. Your funding comes from sponsorship from individuals and from companies. Is that something you intended to happen, or simply wasn't there any money, public money available? It's not a question that there was no money from the government. We didn't ask, actually. We chose that way. It's not that I'm against all these government orchestras, let's say. I only wanted to show there is also another way to do it. And it's a way we chose, and it's a way of freedom. Does that make your life more difficult in that as the engine behind the orchestra, you are responsible for finding all this money, finding the sponsors? Well, my daily life is 50% PR, public relations, and I like to do that, and other 50% is art. So, and the combination of two, I like this world, and it opened many doors. It provokes many things. It provokes inspiration, it provokes relations, it provokes many things, and it helps only in going forward in your life work, which is, in my case, the music. It gives you the freedom, because you are independent, the freedom to choose, for example, the content of the Monday concert, a program for which you're well known. What inspires you to make, to put a program together? That's not an easy question, because making a program is a whole process. So the main goal is first, I think, to play for the public. This season, the name of the season is At Your Request. It's actually at the request of my public. So I'm listening what they want. You need some subject to make a program. It's not like I want to do this and that. It takes months sometimes. Sometimes I work on one programmation months. And my inspiration comes from where? Well, it comes actually from the society, from daily life. You have to listen to the people. You have to listen what's happening around you. And that's how I make a programmation. For your Monday concerts. Tell me about the Monday of a concert. What's your life like on that day? How do you prepare for the concert?
Well, first of all, why Monday concerts? It's nothing new because already in the time from Haydn, he organized Monday concerts in London. Also, the Monday concerts, Monday is the day that the hairdressers have vacation. Not that we play only for hairdressers, but what I mean is the Monday concerts, not mostly the concert hall are closed. So we can have the best musicians all on Monday too. And how looks my Monday? Normally we have a general rehearsal before the concert, which I take easy. I don't like too much general rehearsals because I don't like to have the impression that a general rehearsal is like a trying out concert. For me, the concert is the concert, is something holy. What do I do then before in the morning? Actually, in one word, nothing. This has been happening now 15 years, this orchestra. Where are you going to be in another 15 years' time, do you think? This is a difficult question. I can't read in the future. But still, I have many dreams. I'm not yet on the end of my life. I say always the end of the life of a conductor is when he is dead, so I hope I'm still 50 years to live, at least. And of course, I have dreams. Maybe one day we will build a concert hall for this orchestra. That's one of my dreams. And if I can achieve it, I will do it. So the Schallmann Orchestra for Europe is very much a work in progress then? I think so. It's a never-ending story, I hope. But thank you very much for talking to us. You're welcome. Most appreciate it.